Hey iedereen, morgen beginnen wij met de opnames in het heel geheim, in het hele geheim van de nieuwe vlogapreeks. Ja, en blijkbaar ben ik dus een centraal personage. Nee, ik wist dat niet, dus ik moest toch even mijn teksten hier nalezen. Maar ik ben natuurlijk super benieuwd morgen, maar... Allee, dat is uitzonderlijk, hè, natuurlijk, maar ik ken mijn teksten nog niet. Allee, tot dan. Hallo allemaal, ik ben op weg naar de opnames van Vloglab Flashback. Het gaat echt super spannend worden, want we gaan terug in de tijd. En ik heb mijn valies mee, met allemaal kleren van vroeger. En ik ben super benieuwd hoe dat ze ons eigenlijk veel jonger gaan laten lijken. Ik had vroeger wel zo een bles en een froe. Misschien kunnen ze daar iets mee doen of zo, maar ik weet het niet. Het wordt echt super tof en heel spannend. En ja, kijk maar mee achter de schermen. Shake up the happiness. Oh, ja, ja. Wake up the happiness. Shake up the happiness. Hey iedereen, ik ben hier nu backstage en ik zit hier bij de make-up. En ze zijn nu Steffi 2 of 3 jaar jonger aan het maken. We gaan eens even kijken. Ja. Hallo Steffi. Ze krijgt een nieuw kapsel. Ja, dotjes. Deed je dat ook toen je 14 was? Ja, ik probeerde dat, maar niet dat ik dat kon. Dat is kei schattig. En ik heb ook een kapsel gekregen dat ik ook wel deed toen ik jonger was. Dus ja, spannend. We zijn hier achter mij nog een scène aan het repeteren. En ik heb hier ondertussen super slecht slijm gemaakt. Dat gaan we ook gebruiken in de scène. En dat hebben we ook nodig, want mijn broer in de serie gaat het dus over een kalkoen kappen. Mij niet uitnodigen. Serieus nog niet. Oké, ze zijn mij hier nu aan het stylen. Ze proberen mij dus nu mijn soort Justin Bieber bles een beetje jonger te laten lijken. En daarmee ga ik dus straks een paar scènes moeten opnemen en we zullen zien wat dat uitloopt, zeg maar. Zo, ik ben juist thuis van een superleuke opnamedag. Het was superleuk om alle vloggers ook nog eens te zien, want ik had je al keilang niet meer gezien. En zo konden we terug een beetje bijpraten en live updates geven. Ik ben wel echt super benieuwd naar het resultaat. Heb jij de aflevering nog niet gezien? Ga dan snel naar VTM Go en check hem zeker.